De schrijversgroep 77 heeft gisteren Wereldpoëziedag herdacht, middels haar maandelijkse themaavond. Jaarlijks wordt op 21 maart Wereldpoëziedag herdacht. Deze dag is in 1999 door de UNESCO ingesteld met als doel het lezen, schrijven en publiceren van poëzie te bevorderen. Verschillende dichters hebben op deze avond gedichten voorgedragen. We brengen u fragmenten van deze poëzieavond die geopend is door Hilly Arduin. Stilte zonder geluid geeft onrust. Bij stilte hoort geluid. Het oor wil altijd horen om niet alleen te zijn. Geluidloze stilte slokt op. Is stil. Te stil. Het oor blijft zoeken, luisteren naar ruis. Om de stilte te doorbreken. Om gedachten te begeleiden. Om te vinden de stilte in jezelf. Op de poëzieavond zijn er voordrachten geweest van zowel ervaren als opkomende dichters. Gita Dhanraj maakte haar debuut met een tweetal gedichten die door een goede vriendin van haar zijn geschreven. De tijd is gekomen om weer te gaan. Te gaan van waar ik ben gekomen. Het gemoed bezwaard en in gedachten. Wat gaat mee en wat blijft hier? Er gaat meer mee dan achterblijft. Er is een leven daar. Daar was het al altijd. Nu is er ook een leven hier. Een cirkel begint rond te worden. Waar ik hoor, nergens. Waar ik zijn wil, overal. Maar niet altijd. Soms wil ik thuis zijn. Thuis. Waar alles is en iedereen. Maar thuis voel ik me nu ook hier. Dus wat gaat naar huis en wat blijft hier? Voetstappen, gedachten en stukjes harten blijven achter. Blijven hier. Ik ga terug naar huis. Maar op een dag ben ik weer hier. Alsjeblieft. Opkomende dichter Gita Dhanraj, die een gedicht voordroeg op de poëzieavond, georganiseerd door schrijversgroep 77. De poëzieavond is gehouden in Tori Oso.